In deze tutorial laat ik zien hoe je een dubbelgekromd handvat kunt modelleren met loft surfaces. Die dubbelgekromde vorm is belangrijk om het handvat ergonomisch perfect te laten aansluiten bij de eindgebruiker. De hoofdgeometrie zet ik op in een referentieschets in het zijaanzicht. Daarnaast heb ik nog een schets in het topaanzicht en in het right-aanzicht en tenslotte in een schuin hulpaanzicht. De hoofdvorm modelleer ik met één loft. Verder is er nog een loft aan de onderzijde. En die twee surfaces die worden vervolgens gemirrored. En dan nog een keer gespiegeld naar de andere kant. En dan is de hoofdvorm van het handvat klaar. De hoofdvorm van het handvat ga ik opzetten met een referentieschets in het frontplein. Dus ik begin met een schets in het frontplein. En dan zet ik een aantal constructielijnen op. Beginnend met een constructielijn, een verticale constructielijn vanuit de origin. En dan teken ik alleen de linkerhelft, omdat het handvat symmetrisch is. Dus ik hoef maar de helft van de vorm te tekenen. Er ontbreekt nou nog één maat, dat is de binnenmaat van het handvat. En die bemaat ik over de verticale symmetrieas heen. Dus ik kan ook die maat, had ik ook aan de linkerkant kunnen zetten, maar dat biedt mij minder inzicht. Dus ik zet die maat als 100 mm over de symmetrieas heen. En dan begin ik met het tekenen van de splines die de hoofdvorm bepalen. Nou, die eerste spline moet tangent zijn met de horizontaal, want die vorm die moet straks aan de rechterkant mooi doorlopen. En hij moet ook tangent zijn met de verticaal, omdat die vorm hier aan de onderzijde ook mooi door moet lopen. En dan kan ik vervolgens de vorm nog aanpassen met de lengte van de hendels. Dat komt nu niet zo precies, want dat kan ik achteraf altijd nog wijzigen. En dan begin ik met een tweede spline die een iets moeilijkere vorm heeft. Dus daar zet ik een splinepunt extra in. Dan bemaat ik eerst dat splinepunt, omdat anders de spline heel moeilijk onder controle te houden is. Dan kan ik ook die hendels weer aanpassen. Die spline moet ook weer tangent zijn met de horizontaal, omdat die vorm van het handvat ook weer vloeiend door moet lopen naar de rechterkant. En hij moet aan de onderzijde tangent zijn met de verticaal, dat die vorm ook weer door moet lopen aan de onderzijde. Nou, dat ziet er ongeveer wel goed uit, kan ik achteraf altijd nog aanpassen. En dan wil ik straks bij het opzetten van dat surface, wil ik hier een soort hulpschets creëren. Dus ik ga nu met een constructielijn aangeven op welk vlak die schets later geschetst gaat worden. Ik hang daar even een maat aan, kan ik achteraf altijd nog wijzigen. En een hoek. Ook die kan ik achteraf nog aanpassen, zodat die dat vlak precies op de plek komt waar die het meeste, waar ik het beste invloed op die hoofdvorm van die loft kan uitoefenen. En dan ga ik weer een spline tekenen die de vorm van de onderkant bepaalt. De spline die zet ik ook weer voor de helft op, omdat ook die spline symmetrisch is. Weer die tangent relaties. Ja, die vorm die kan ik
achteraf ook weer helemaal optimaliseren. Deze spline die spiegel ik wel even, want dat is later handig om die vorm sneller te kunnen opzetten. Dus die spiegel ik over die verticale symmetrieas. En dan zie je dat de contour van de hoofdvorm van het handvat er al helemaal in staat. De positie van het metalen asje geef ik ook aan in deze referentieschets. De diameter van het asje wordt 8 mm. Steekt tenminste 4 mm in het handvat. En hij steekt 10 mm uit. En dan heb ik de referentieschets van het vooraanzicht klaar. Als we de schets afsluiten, geven we meteen een naam: referentieschets front. En dan openen we een nieuwe schets in het topplane. Nemen we de symmetrieas in het midden, die nemen we over met Convert Entity. Dan zetten we ook een verticale symmetrieas erin. En dan gaan we een paar maten zo meteen overnemen uit de referentieschets van het frontaanzicht. Maar we zetten eerst de breedte van het handvat erin en die wordt 16 mm. Ook weer over de symmetrieas heen. En nu maken we deze lijn, die maken we coincident met dat punt uit de frontschets. En deze lijn, die maken we coincident met het punt van die symmetrieas, ook weer uit de frontschets. Dan kan de frontschets gehide worden en dan zetten we hem weer in het bovenaanzicht. En dan gaan we weer een spline tekenen. Die vorm die moet ook weer symmetrisch mooi continuous doorlopen, dus tangent relatie. Hetzelfde geldt ook voor de horizontaal. En dan kunnen we de vorm nog een beetje aanpassen. En dan is de referentieschets van het topplane klaar. En ook die geven we weer een naam. Deze schets kan gehide worden. En dan beginnen we een nieuwe schets in het right plane. En dan gaan we ook naar de rechterkant toe. Dan beginnen we weer met een aantal constructielijnen. De frontschets maken we zichtbaar, want dan gaan we weer geometrie uit overnemen. Deze lijn willen we coincident maken met de onderkant. Deze lijn met de bovenkant. De breedte maak ik in het midden 28 mm. En dan kan de frontschets weer gehide worden.
ik een spline tekenen om die hoofdvorm weer te geven. En ik kies in dit geval voor een spline met 3 punten. De reden daarvan is dat ik hem tangent wil maken met de horizontaal aan de bovenkant, want die vorm moet weer doorlopen naar de rechterkant. En dat moet aan de onderkant ook gebeuren. Maar daarnaast wil ik dat die vorm ook tangent is met die verticale constructielijn, omdat ik die breedte precies wil kunnen sturen met die maat die ik er net in heb gezet. En als we die vorm vervolgens volledig willen definiëren, dan moeten we ook nog de derde splinepunt bematen. En dan kunnen we met de lengte van de hendels die vorm nog een beetje tweaken. Nou, die ziet er in eerste instantie zo wel goed uit. Dus daarmee is ook de referentieschets van het right plane gedefinieerd. Dus die geven we ook een naam. Deze laatste schets die hide ik. En dan ga ik weer naar het vooraanzicht. En dan zet ik de frontschets op show. En dan ga ik een hulpvlak aanmaken. En dat vlak ga ik aanmaken door die schuine lijn te selecteren. En met de Ctrl-toets ingedrukt het frontplane erbij te selecteren. En dan ga ik naar het menu Insert, Reference Geometry, Plane. Nou, en omdat ik zowel dat frontplane als die schuine lijn al geselecteerd heb, dan heeft hij al een aantal voorkeuren op de juiste wijze ingesteld. Dus hier is te zien dat hij een vlak wil aanmaken dat haaks staat op het frontplane. Nou, dat is prima, dat is precies wat ik wilde. Dus die optie accepteer ik. En als ik dan in het schuine aanzicht kijk, dan zie je dat er een vlak is ontstaan wat precies haaks op het frontplane staat en gelijk loopt met die schuine constructielijn. Het plane, dat noem ik dan ook even schuin. En dan ga ik een schets maken op dat vlak. Hide dat plane zelf even. Dan begin ik weer met een aantal constructielijnen. Nou, die onderkant die moet gelijk gaan lopen met die onderste spline uit de referentieschets van het frontplane. Dus dat punt in het midden geef ik een piersrelatie met die spline. En dit is het symbool voor piersrelatie. En aan de bovenzijde doe ik dat met de spline aan de bovenzijde. En dan kan ik de, oh dat werkt niet, dus dat doe ik even niet. Dan kan ik die breedte bematen vanuit het punt weer naar die symmetrieas. Dan kan ik er weer overheen gaan. Frontschets kan gehide worden. En dan ga ik hier naar normal toe. Dat wil zeggen dat ik nu weer haaks op de schetsplane kijk. En dan kan ik de spline erin gaan schetsen. En hetzelfde als in de right view geef ik ook deze spline
weer drie splinepunten. Om dezelfde reden ook, omdat ik hem tangent aan de bovenkant wil maken, aan de onderkant en aan de rechterkant. Dan hoef ik alleen nog maar dat splinepunt te bematen. Ja, die vorm die is nou niet helemaal mooi, maar dat kan ik weer tweaken met de lengte van die hendels. Die lijkt zo redelijk in de buurt te komen. En dan kan ik deze schets afsluiten en ref schuin erbij zetten. Nu kunnen we beginnen met het modelleren van de hoofdvorm. Als ik even alle schetsen op zichtbaar zet en even een 3D view neem. Wat we nu gaan doen, we gaan een loft creëren en dan gaan we een schets, een eerste schets aan de onderzijde maken, een tweede schets over dat schuine referentievlak en een derde schets op dat right plane. En dan gaan we een surface creëren die van schets 1 naar schets 2 naar schets 3 loopt. En de bovencontour, die spline aan de bovenzijde van de referentieschets front, gebruiken we als een guideline, evenals die spline aan de onderzijde. We beginnen nu met een nieuwe schets op het topplane en dan nemen we twee schetslijnen nemen we over naar de huidige schets met het commando convert entity. En dan kan de referentieschets van het topplane kan gehid worden. En dan zie je dat beide lijnen, dat zijn solid lijnen geworden, maar één daarvan moet omgezet worden in constructielijn. En dan kan die meteen gespiegeld worden. Dan is de eerste schets klaar. En dan gaan we een nieuwe schets maken in het schuine vlak. En het enige wat we daarin doen is die hele spline overnemen met Convert Entity. En dan kan die meteen afgesloten worden. En dan gaan we in het right plane ook een schets openen. En dan nemen we ook die spline in over. Kunnen die twee referentieschetsen uitgezet worden. En dan gaan we in het frontplane een schets maken waar we een van beide guides in overnemen, ook weer met Convert Entity. En dan weer een nieuwe schets in het frontplane waarin we de onderste guide overnemen, ook weer met Convert Entity. Referentieschets kan gehid worden. En dan gaan we een surface bouwen. Selecteren de drie schetsen die we gebruiken om de loft op te zetten. Omdat we ze geselecteerd hebben, komen ze meteen al in de box met profiles terecht. Een loft bestaat namelijk uit een aantal profielen die de hoofdvorm bepalen. En optioneel een aantal guides. En als ik in die box van de guides klik, kan ik vervolgens de bovenste guide en de onderste guide selecteren. En dan zie je een preview ontstaan met zebra stripes. Zebra stripes, dat is een soort zwart-wit strepenpatroon waarmee je heel goed kunt beoordelen of de
surfaces die je aan het bouwen bent, of die continuous, oftewel vloeiend doorlopen. En het ziet er eigenlijk best redelijk uit. Dus dat ga ik zo accepteren. Nou zit er hier nog een optie om start en end constraints in te stellen. En als start constraint kiezen we normal to profile. Nou, wat wil dat nou zeggen? Het eerste profiel wat we getekend hadden is het profiel aan de onderzijde. En als we als constraint normal to profile kiezen, dan betekent het dat dat vlak, het surface wat we aan het bouwen zijn, dat dat precies haaks op die schets uitkomt. En dat is belangrijk omdat die vorm straks door moet lopen in een loft aan de onderzijde. Dus dat betekent dat die ook precies haaks op die schetslijn aan moet komen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de laatste profile. Dus als end constraint kiezen we ook weer normal to profile. En dan accepteren we hem. En dan controleren we of het loft surface wat we gemaakt hebben er een beetje goed uitziet. En dat lijkt het geval te zijn. Dus daarmee hebben we de eerste loft gemaakt die de hoofdvorm van het handvat stuurt of bepaalt eigenlijk. Nu kunnen we de loft aan de onderkant gaan maken. En als eerste zetten we de referentieschets van het frontaanzicht weer even aan. Dan beginnen we een nieuwe schets in het frontplane waarin we de twee splines aan de onderzijde overnemen met Convert Entity. Kan die schets weer afgesloten worden en de referentieschets weer gehide worden. En nu gaan we een loft maken. Een lofted surface. En dan selecteren we de edge van die eerdere loft die we gemaakt hebben. Dus die komt hier als profile erin te staan. En als tweede profile selecteren we die schets die we net hebben gemaakt. Ja, en dan zie je weer een zebra stripe preview die er niet mooi uitziet. Nou, als eerste profile staat die edge erin. Dus als start constraint kiezen we in dit geval tangent, zodat hij dus doorloopt naar het surface wat daarvoor ligt. Ik zou curvature kunnen kiezen. Dat geeft soms een nog iets mooiere overgang. Maar in dit geval begrijpt hij dat niet. Dus ik kies tangent. Als end constraint kies ik weer normal to profile. Want hij moet weer precies onder een normaal haaks dus op die eindschets terechtkomen. Nou, dat lijkt er verder redelijk uit te zien, dus die accepteer ik. En dan zie je dat de hele hoofdvorm van het handvat er al in staat. En links in de tree zijn die twee surface bodies te zien. Als ik nu de right plane selecteer samen met die twee surface bodies, kan ik vervolgens bij pattern en mirror kan ik die twee surfaces spiegelen. Nou, dat ziet er verder goed uit. En dan spiegel ik ze ook nog een keer in het frontplane. En dan krijg ik een totaal te zien van 8 surfaces. En die kan ik allemaal selecteren. En dan kan ik met de functie SurfaceNit kan ik ze allemaal aan elkaar
maken tot één surface. Maar je hebt hier ook een optie erbij. Try to form solid. Nou, die kies ik in dit geval. En als ik nou in doorsnede view ga kijken, dan zie je dat die surfaces die ik net nog had, die zijn samengevoegd en er is één solid van gemaakt. Dus met deze functie, met die surface knit functie, kun je heel eenvoudig surfaces ook tot een solid converteren. Als ik nog even terug ga naar die mirror functie die ik instelde, dan zie je dat ik hier ook een optie had om al meteen die knit surfaces aan te vinken. Nou, als ik daarvoor had gekozen, dan zouden wel die vier surfaces die zouden samengeknoopt zijn tot één surface. Alleen ik heb hier dus niet die optie bij om vervolgens die surfaces ook om te vormen tot solid. Dus vandaar dat ik hem hier niet heb aangevinkt en ervoor gekozen heb om vervolgens een aparte functie, een aparte feature surface knit te kiezen, waarbij ik wel die optie had om er een solid van te maken. Nou, tenslotte moet ik alleen nog maar die metalen asjes toevoegen en dan is mijn handvat klaar. De afmetingen van het asje staan in de referentieschets van het frontaanzicht. Dus als ik een nieuwe schets begin op het frontplane en dan even inzoomen op de plek waar het asje getekend moet worden, dan kan ik de lijnen van het asje alvast gaan tekenen. En dan neem ik de symmetrieassen over met Convert Entity. Dat moeten wel constructielijnen worden. Het asje krijgt een chamfer en dan kies ik in eerste instantie 1 mm. Nou, die moet ik wel accepteren. En dan moet ik de afmetingen van het asje nog even kloppend maken met de referentieschets. Dus collinear. Hem nog even sluiten, anders kan ik er geen solid revolve van maken. En dan kies ik de feature revolve. En dan ving ik de optie merge, die ving ik uit, want ik wil dat het een losse body blijft. Als ik dan bij de bodies kijk, dan kies ik het asje en die kan ik vervolgens spiegelen in de right plane en dan zie je dat de optie merge solids al uitgevinkt staat en dan kan ik de referentieschets tenslotte nog uitzetten en dan is mijn handvat klaar.